Weet je niet goed wat wordt bedoeld met instemming? Denk in plaats van aan seks aan een kopje thee. Jij vraagt, wil je een kopje thee? En zij zegt, ja lekker, heerlijk, dank je. Dan weet je dat ze een kopje thee wil. Zeg je, wil je een kopje thee? En ze zegt, hmm, ik weet het niet. Dan kun je een kopje thee zetten, of niet? Misschien drinkt ze het dan niet op. En als ze het niet opdrinkt, en dit is heel belangrijk. Dan dwing je haar niet. Dat je thee hebt gezet wil nog niet zeggen dat jij het recht hebt het haar te zien drinken. Als ze nee dankje zegt, maak je geen thee. Nooit. Zet gewoon geen thee. Dwing haar geen thee te drinken. Raak niet geïrriteerd omdat ze geen thee wil. Ze wil gewoon geen thee. Oké? Okay? Misschien zegt ze ja lekker. Dank je wel. En als de thee klaar is, wil ze hem niet meer. Oké, okay, dat is irritant, want je hebt nou eenmaal de moeite gedaan om de thee te zetten, maar ze hoeft de thee niet op te drinken. Ze wilde eerst thee, nu niet meer. Sommige mensen veranderen van gedachte terwijl jij water kookt en thee zet. Mensen mogen zich bedenken. Jij hebt nog steeds niet het recht haar thee te zien drinken. Is ze bewusteloos? Zet geen thee. Iemand die bewusteloos is wil geen thee. Ze kan geen antwoord geven op de vraag wil je thee. Want ze is bewusteloos. Misschien nog niet toen je vroeg of ze thee wilde. En misschien zei ze ja. Maar terwijl jij het water kookte en thee zette, is ze bewusteloos geraakt. Dan zet je de thee neer. Controleer je of alles goed met haar is. En dit is weer heel belangrijk. Je dwingt haar niet de thee op te drinken. Ze had inderdaad eerst ja gezegd. Maar bewusteloze mensen willen geen thee. Als iemand ja heeft gezegd en thee begint te drinken en bewusteloos raakt voordat het kopje leeg is, giet je de rest van de thee niet naar binnen. Zet de thee weg en controleer of alles oké okay is, want bewusteloze mensen willen geen thee. Echt waar? Als iemand zaterdag zei dat ze thee wilde, wil dat niet zeggen dat ze elke dag thee wil. Ze wil niet dat je onverwacht langskomt om thee te zetten, haar dwingt het te drinken omdat je vorige week thee wilde. Of wakker wordt terwijl jij thee naar binnen giet, omdat je gisteravond thee wilde. Als je snapt hoe belachelijk het is om mensen te dwingen thee te drinken als ze geen thee willen, en je begrijpt wanneer mensen geen thee willen, hoe moeilijk is het dan om dit te begrijpen als het om seks gaat? Thee of seks. Alles draait om instemming. Zo, en nu ga ik een kopje thee maken voor mezelf.